goede golf. Net scheren en de hulpstukken. We hadden in de vorige aflevering al over wat hulpstukken en gatengereedschap. Ik heb hier een hele mooie poster, een Italiaanse poster uit de begintijd van de vorige eeuw. Dus hier staan ook diverse attributen erop. Hier heb je dus de scheerkwast waar we het over gehad hebben, over het veiligheidsmes en hier dat klapmes en wat verder wat scheermesjes. Etuis waar je dan je veiligheidsscheerapparaatje dan in kon stoppen, dat je het mee onderweg kon nemen. Hier had je een voor messen te slijpen. En messen te slijpen, er waren diverse fabrikanten die hele luxe slijpmachientjes maakten. En hier heb ik zo onderaan zo'n slijpmachientje. Hier zit dan dat mes in. Het is misschien wat moeilijker te zien. Maar wat gebeurt hier? Als ik dit heen en weer beweeg, dan moet je maar eens opletten, dan draait dat mesje, draait zich iedere keer. Dat gaat over een soort slijpsteentje. Dat slijpsteentje, dat bestaat uit twee gedeeltes. Je hebt aan de ene kant een grover slijpbijtertje en aan de andere kant heb je een iets zachter slijpbijtertje. En als je het nog een keer draait, heb je iets van leer. Dus je kon het ook nog op diverse wijze kon je het dan slijpen. En dan hoefde je dat maar iedere keer heen en weer te doen. Dus de mesjes werden niet na één keer gebruiken zoals ze tegenwoordig gebruiken. Toen worden ze weggegooid, maar toen werden ze gewoon nog opnieuw geslepen. Als je ze wilde vervangen, dan duwde je het hele apparaatje naar buiten. Dan kijk ver genoeg, anders gaat hij er niet uit. En dan zat dat mesje zat dan hier keurig tussen geklemd. Ik zal het ertussen laten zitten. En er werd dan iedere keer omgedraaid om te kunnen slijpen. En het slijpsteentje dat kon je er ook uithalen en dan kon je dat met de hand kon je dat draaien. Dus dat is één attribuut wat heel belangrijk was, wat je nodig had. Als je die nat scheren, dus je was met het nat scheren daar ook niet zo goedkoop vanaf als dat ze gewoon dachten. Dan was Siemens, die had ook een slijpapparaatje ontwikkeld. En dan kwam dat mesje, dat kwam dan gewoon hier weer los in te zitten. Dus hier werd dat mesje dan ingestopt. Je klapte dat dicht. Dit hing dan gewoon ergens aan de muur aan de spijker. En die ging je gewoon drie keer zo heen en weer. En dan werd dat mesje geslepen. En wat gebeurde dan in dat mesje? Als dat heen en weer ging, dan werd dat mesje omhoog. Ik zal er toch even eentje instoppen. Werd het mesje heen en weer bewogen en zo werd het dan geslepen. Hier hoefden ze dan niet zoals in dit apparaat het mesje om te draaien, maar hier was ze aan de bovenkant en aan de onderkant zat dan een slijpsteentje. Wat ook in mijn collectie heb zitten, wat ook heel apart is, is een nat scheer apparaat, maar toch met een elektromotortje in. En wat gebeurt hier in dit veiligheidsscheerapparaat? Hier gaat dat mesje ook heen en weer. En dan zou je zeggen, ja, ik had toch niet 220 volt tegen mijn wang aanhouden. Dus dit werd gevoed door een 4,5 volt batterijtje. Dus als ik daar nu spanning op zet, dan zou die dan ook moeten functioneren. Maar dat doet hij niet, dus er zal vermoedelijk een onderbreking zijn. En die onderbreking zit meestal hier onder in dat snoer. Dat waren ongeveer bijna alle attributen die ik in mijn collectie heb. Maar hier heb ik een leuk attribuut, dat heb ik ooit gekocht. Als zijnde scheerzeep. Ik denk, ach, dat is leuk voor op dat kommetje te zetten. Om ook dat te demonstreren met de scheerzeep. Maar tot mijn grote verbazing kwam ik thuis. En er zat daar een legpuzzel in van de scheerzeep van de vergulde hand.